Hi iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Bio met Wirjo. Yes! Vandaag gaan we kijken naar het rijk van de bacteriën. We gaan kijken hoe de bacteriën eruit zien. Yes, hoe ze eruit zien. En we gaan kijken hoe ze zich voortplanten. En de nuttige en schadelijke bacteriën. Yes, stay tuned! Bacteriën zijn eencellig. Ze bestaan uit één enkel cel. Bepaalde soorten bacteriën worden bacillen genoemd. Bacteriën zijn zo klein dat ze met een gewone microscoop zelf de sterkste vergroting als puntjes of streepjes te zien zijn. Om bacteriën goed te kunnen bestuderen is een elektronenmicroscoop nodig. Dat zie je hier. Deze microscoop kan enkele tienduizenden keren vergroten. Met een elektronenmicroscoop kan je een bacterie in de detail bekijken. Zelfs de zweepharen kun je zien. Met de zweepharen kunnen bacteriën zich voortbewegen. Yes, van plaats A naar B. We kijken nu naar de voortplanting. Bacteriën planten zich voort door deling. Er ontstaan dan meerdere bacteriën uit één bacterie. Deze groeien tot even groot als de oorspronkelijke bacteriën. En dat gebeurt binnen een half uur. Bacteriën komen overal voor. De meeste soorten bacteriën voeden zich met dode resten van organismen. In de natuur ruimen bacteriën de resten van organismen op. Hierbij komen voedingsstoffen vrij die door planten kunnen worden gebruikt. Ons voedsel bestaat ook uit dode resten van organismen, bijvoorbeeld groenten, fruit en vlees. Hierop kunnen bacteriën goed leven, daardoor kan het voedsel bederven. Bepaalde soorten bacteriën kunnen in je lichaam terechtkomen. We spreken dan van een infectie. Voorbeelden van zulke bacteriële infecties zijn cholera, longontsteking, oorontsteking en tuberculose of TBC. Bacteriële infecties of infectieziekten kunnen worden bestreden met antibiotica of penicilline. Deze geneesmiddelen doden bacteriën in het lichaam. Met een antibioticum treden de meeste bacteriegenezing snel op. Dus je kan snel beter worden. Speciale soorten bacteriën worden gebruikt voor het maken van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld yoghurt en zuurkool. If you like this video, press like, leave a comment and subscribe.